Het zilver verdwijnt niet, hè? Het verdampt niet zoals geld. Ze mogen dan misschien wel al op leeftijd zijn, ze barsten nog steeds van het creatieve talent. De oude meesters. Zilversmeden is slechts één van zijn hobby's. Dit is de binnenkant van de Paterskerk, een deel daarvan. Herman de Warle uit Eindhoven kan alles maken wat zijn ogen zien. Als 12-jarige ging hij naar de Philips Bedrijfsschool, waar hij zich bekwaamde in elektrotechniek, glasinstrumenten maken, metaal, technisch tekenen, solderen, ga zo maar door. Zijn er ook dingen die u niet kunt maken? Nee. Ik heb me nu laatst weer voorgesteld van ik ga een molen maken met wieken van zeer dunne draad, omdat ik het dat mooi vond. En daar ben ik dus een week of twee mee bezig geweest voordat ik zover was. En het is gelukt. Kunt u in één zin uitleggen wat er hier zo leuk aan is? Het doen. Het doen. Dat is het leuke ervan. Het fantaseren wat je zou willen maken en het doen om het tot zover te komen. En dan mislukt vaak. Ja, wat is uw grootste mislukking? Waar ik 2 dagen heb gewerkt en toen een keer te warm stookte met een te grote vlam en toen zakte de hele zooi in elkaar. En dan ga je opnieuw beginnen en ben je weer 2 dagen bezig, maar dan heb je wel geleerd. Ja. Is het voor, vindt uw vrouw daar ook fijn dan? Ja, maar ze meent al voor 4 dagen is het dan kwijt. 55 jaar zijn Herman en zijn aaltje inmiddels getrouwd. Het zilversmeden en edelstenen bewerken levert zijn vrouw een overvolle sieradenkist op. Mijn echtgenote die draagt alles wat ik maak. Ja, ja. In principe. Laatst heeft ze iets afgekeurd, dus ik heb heel pijnlijk. Dat draag ik niet. Nou goed, dan heb je dus wel... Ik had een hoop werk erin gestopt. Ik had wel een heel aardig onderdeel gemaakt. En ik denk, nou, dit gaat het worden. Dit heeft niemand zoiets. Hier komen steentjes in te zitten. Maar het werd afgekeurd. Dus jammer. Niks aan te doen. Gelukkig is Aaltje meestal wel blij met het resultaat. En Herman, die heeft geen zin om stil te zitten. Hij heeft het nog druk zat. Ik ben bezig met 3 dingen. Met een sieraad voor mijn vrouw, dat ligt voor stenen zijn gesleept. Ik ben met een doosje bezig van hout waar zilver in komt en emaille. En ik ben bezig met een aquarel. Komt u geen tijd tekort? Ja, ik kom minstens 1 pensioen tekort. Minstens. Maar ik moet hier de komende 25 jaar nog vooruit, dus dat zal gaan gebeuren. Ja. Dan zou ik zeggen, aan de gang.